Hallo en welkom, ik ben Sabrina en ik heb weer een hele mooie beautybox. Dit is namelijk die van Skins Cosmetics. Hij is in ieder geval qua uiterlijk van de box echt heel erg mooi. En hij kost 65 euro en de waarde is, als het goed is, 253 euro van de producten die erin zitten. Ik zat heel erg te twijfelen of ik hem zou doen, want ik heb natuurlijk echt super veel adventskalenders enzovoorts gekocht. Maar er zitten heel veel hele interessante luchtjes ook in en daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Hij heet de Skins Cosmetics Holiday Box en het moet volgens mij een boek voorstellen. Ik vind de verpakking wel echt top. Het voelt ook gewoon best wel stevig en luxe. Ik zal het lintje er even afhalen. Dan kan je goed zien wat erop staat. Er staat The Miracles. Have a joyful holiday with the magic touch of Skins Cosmetics. Oh, hij opent ook echt luxe. Kijk, als je hem opent, dan kom je dit tegen. Er staat Skins Cosmetics The Miracles. Oh wauw, dat hebben ze echt serieus netjes gedaan. Er zitten dus allemaal kaartjes in met informatie over de producten die erin zitten. En dan zit het vervolgens zo verpakt. Het is wel echt heel erg mooi verpakt. Het voelt ook echt super deluxe. Ik ga beginnen met het product waar ik zelf het meest nieuwsgierig naar ben. Dit is namelijk van Maison Francis Courtisane Paris. De Baccarat Rouge 540 Extract de Parfum. In de Bijenkorf adventskalenders zaten geurkaarsjes van dit merk. En dat vond ik echt de lekkerste geurkaarsen die ik tot nu toe heb geroken. Daarom was ik heel erg nieuwsgierig naar dit parfum. Het is echt een heel klein flesje met een hele lange verstuiver. Ik ben hier zo nieuwsgierig naar. Hij ruikt sterk. Je hebt hier heel weinig van nodig. En hij ruikt vooral kruidig en best wel zoet. Ja, hij ruikt heel speciaal. Hij ruikt echt onwijs lekker. Maar het is ook inderdaad best wel een speciaal parfum. Het is niet heel erg te vergelijken met iets anders dat ik tot nu toe heb geroken. De Zara heeft trouwens ook parfummetjes. En er schijnt dat een van die parfummetjes dus heel erg ruikt naar deze. Ik heb hem heel even opgezocht op de website van Skins Cosmetics en je gaat de prijs echt niet geloven. Het gaat dus om zo'n extract de parfum, een extract staat er. Dat is de duurdere versie en een 70 milliliter daarvan kost 310 euro. Ik ben heel nieuwsgierig hoeveel milliliter we hebben gehad. En het kleintje dat in de box zit is een 5 milliliter. Ik heb het toch wel even uitgerekend. Deze heeft dus een waarde van 22,14 euro. Ze hebben deze dus ook in een formaat van 200 milliliter. En dan ben je 615 euro kwijt voor parfum. Op het kaartje staat stralend en verfijnd. Dit is Baccarat Rouge 540. Meesterparfumeur Francis Courtisane overtrof zichzelf met deze iconische geur, oorspronkelijk gemaakt voor het Franse kristalhuis Baccarat. Bij dit rijke extracte parfum laat jij een betoverende indruk achter. Hij ruikt inmiddels, hij is natuurlijk een beetje wat meer vervlogen. En hij ruikt wel echt onwijs lekker. Dan gaan we door met iets van Virtue, Real Science True Beauty. Dit is de 6-in-1 Styler, Shines, Texturizes and Protects. En er staat Alpha Keratin 60 kU op. Het is eigenlijk allemaal vrij recht toe recht aan. Je kan hem dus gebruiken voor het stylen. Je kan hem ook gebruiken in droog haar na het stylen om wat hydratatie toe te voegen. En er zitten geen sulfaten in, geen parabenen enzovoorts. En je kan hem ook in dit formaat in een 60 ml krijgen op de website van Skins Cosmetics. En dan is hij 19 euro. Dan hebben we een geurkaarsje van Diptyque en het is in de geur ambre en hij is 35 gram. Diptyque staat echt bekend om zijn geurkaarsen. Ik heb er echt nog nooit één gehad, dus ik ben heel benieuwd. Oeh, hij ruikt zwaar en heel erg kruidig. Dit is echt een hele goede geur voor de winter. Hij ziet er zo uit en het is best wel een kleintje. Maar hij is wel echt sterk van geur. Er staat deze iconische kaars van Diptyque maakt jouw woonkamer extra feestelijk en versiert de ruimte met haar warme geur. Laat de mystieke noten van het kostbare ambergris jouw feestdagen betoveren. In de box zit dus een 35 gram en je kan hem niet in dit formaat kopen. Je kan hem wel in een 70 gram kopen en dan is hij 30 euro. Dus in principe is deze gewoon 15 euro waard. Dan gaan we door met een serum van Sunday Riley. Dit is namelijk het CEO 15% Vitamin C Brightening Serum. Fights the look of dark spots and discolorations. Het is best wel een groot pakketje, maar hij voelt echt super licht. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat ik erin in ga aantreffen. Kijk, het is inderdaad een hele grote verpakking voor een heel klein tubetje. Dit is hem. En ik heb precies dit tubetje eerder gehad in een adventskalender of een box, dat weet ik niet. Maar het is echt onwijs goed spul. Het is echt heel lekker. Ik gebruik zelf best wel veel vitamine C producten, omdat dat dus inderdaad die pigmentvlekjes weghaalt. En ik heb door acne vroeger en zo nog best wel wat pigmentvlekjes. Ja, ik weet niet of dat te zien is, maar door de lichten die hiervoor staan, zie ik dus dat die ook echt voor de helft gevuld is. Het is gewoon echt wel een heel klein tubetje. Een full size van 30 euro is op de website van Skins Cosmetics 85 euro en dit is dus een 5 milliliter.
Dan zit er ook nog een make-up product in van Westman Atelier. En dit is de iPod in de kleur tabak. Ik heb nog nooit een make-up product van Westman Atelier gehad. En ik ben er wel echt super nieuwsgierig naar, want het schijnt echt heel erg mooi te zijn. Kijk, het is een oogschaduw en dit is de kleur. Het is echt een beetje een soort van lichtbruin kleurtje. Dus ik denk dat heel veel mensen deze kunnen dragen. Het is een beetje een warm bruinige kleur. En er zit ook wat shimmer in. Het is denk ik echt een hele draagbare kleur, gewoon voor overdag. Ik kan deze op de website eigenlijk alleen maar vinden in paartjes van 3. Dus dan krijg je 3 van die iPods, 3 kleurtjes. En dan kost het €92. Dus in principe heeft deze gewoon een waarde van €30 en een klein beetje. Dan gaan we weer door met een luchtje. En dit is de Hibiscus Mahajat van Maison Crivelli. Er zit 5 ml in het flesje. Dit is hem. En die ander die heb ik al bij de polsen zitten en die ruikt echt heel erg sterk. Dus ik ga deze denk ik heel even op het kaartje sprayen. Op het kaartje staat laat je meenemen door een flamboyant bloemenduo van hibiscus en roos. Verrijkt met een contrasterende zachtheid van vanillebonen. Deze nieuwe geur van Maison Crivelli overspoelt je met een magisch gevoel van geluk. Oh, deze ruikt lekker. Zo, deze ruikt deze ruikt wat frisser. Hij is wat minder kruidig, maar ik denk dat die vanille ervoor zorgt dat hij zo lekker is. Want hij ruikt echt heel, ja, hij ruikt wat frisser, hij ruikt wat lichter. Niet zo super kruidig, maar op de een of andere manier heel erg lekker. Ja, ik denk echt dat het door de vanille komt. Deze is ook al zo niet normaal duur. Daar baal ik best wel een beetje van, want eigenlijk had ik deze wel willen kopen in een full size. Van Maison Crivelli, de Hibiscus Mahajat, is in een 50 ml €195. Het volgende product is van Tenlux. Dit is de Face Illuminating Self Tan Drops in Light Medium. Ik heb inmiddels zo'n dikke voorraad met self tan drops en spreetjes en weet ik het wat. Ze begonnen daar vorig jaar mee in de adventskalenders en dat heeft dit jaar echt heel erg doorgezet. En deze druppeltjes die voeg je gewoon toe aan je dagcreme of aan je nachtcreme. Ik doe meestal nachtcreme. En dan gaat het gewoon over je hele gezicht en dan trekt het automatisch in. En dan word je wakker met een kleurtje. Dit is wel echt een heel erg kleintje, want hier zo zit 4 ml in. En een full size is 30 ml en die kost €42. Dan hebben we een shampoo bar en dit is van Beauty Disrupted en de geur is Alpine Glow en er staat Avoids 2 Plastic Bottles. Hij ziet er zo uit, het lijkt eigenlijk gewoon echt op een heel normaal zeepje. En ik heb wel eerder shampoo bars gebruikt van Lush en dat was vooral eigenlijk als ik op vakantie was of aan het backpacken was. En die vond ik ook altijd best wel goed werken. De conditioner bars daarentegen vond ik echt totaal geen succes. Maar dat was echt jaren geleden van de Lush. Ik heb geen idee of deze goed is. Ik ken deze voor de rest niet. De geur is Alpine Glow en dat is best wel goed omschreven. Want hij ruikt inderdaad een beetje fris. Inderdaad alsof je in de frisse lucht op een berg staat of zo. En er staat gentle and nourishing. The shampoo bar uses nature's finest ingredients to pamper scalp and hair. A refreshing blend of eucalyptus, rosemary and pine tree takes us on a wild ride across the incredible Alps. Ik ben hem aan het opzoeken op de website en ze hebben dus allemaal shampoo bars voor allemaal soorten haar. Dus je kan hem ook doen voor droog haar, voor vet haar, voor wat je ook maar nodig hebt. En die voor normaal haar is €22. Ze zijn trouwens allemaal €22. Dan zit er van Yves Lom een heel klein moisture mask in. Het is een vrij vloeibaar masker. Kijk, het ziet er zo uit. Ik weet niet of je dat goed kan zien hoor. Het ruikt eigenlijk nergens naar. Of ik ruik gewoon helemaal niks meer door alle luchtjes en zo die opgespreid zijn. Yves Lom staat echt bekend om hun gezichtsreiniger. Dat is echt zo'n gezichtsbalsem dat je op je gezicht smeert. En dat is echt een hele lekkere reiniger. Deze moisture mask ken ik voor de rest helemaal niet. Dit is een kleintje van 8 ml. En een full size is 100 ml. En dan is hij €85. Dan hebben we het grootste cadeautje uit de box. Dit is namelijk van Marie Stella Maris, de Number 10 Rock Roses. Rose, Cashmere and Leather Fragrance Sticks. Dit is het. En ik neem toch aan dat dit gewoon een full size is. En ik kan hem nog niet ruiken, want hij zit nog dicht en ik laat hem ook heel eventjes dicht. Ik ken dit geurtje voor de rest niet. Ik ken wel die, volgens mij is het nummer 9 object, de Amsterdam. Die vind ik echt heel erg lekker ruiken. Maar deze ken ik nog niet. Nou, dit is geen full size. Dit is namelijk 110 ml en een full size is 240 ml. En de 240 ml is €29. Dan hebben we weer een luchtje. Dit is Ex Nihilo Paris. Dit is Gold Immortals Eau de Parfum. Dit is wel de grootste tot nu toe. Dit is 7,5 ml en je schuift hem er dus zo uit. Op het kaartje staat Gold Immortals verrast je en neemt je mee naar een mystiek paradijs. Dit parfum siert de tradities van de Oriënt met een haute couture touch.
Prikkel je zintuigen met deze wilderige geur, verrijkt met bloemige noten en een warm hart. Deze is ook echt heel erg lekker. Ze zijn echt allemaal onwijs lekker. Het zijn allemaal best wel speciale geurtjes. En deze, ja, ik had eigenlijk verwacht dat die best wel weer kruidig zou zijn. Omdat er ook staat naar een mystiek paradijs en de Oriënt enzovoorts. Maar dat is hij eigenlijk niet heel erg. Hij is vooral best wel fris. En ja, nee, hij ruikt inderdaad echt fris. Dit is weer ook echt een heel erg duur parfum. Ex Nihilo Gold Immortals 50 ml heeft een waarde van €180. En dit is dus 7,5 ml. Ik vind dat we dan serieus nog best wel veel krijgen. Dan hebben wij een potje van Susanne Kaufman met een enzympeeling erin. Op het kaartje staat milde fruitzuren van kiwi, appel en papaya verwijderen de dode huidcellen, terwijl plantaardige ingrediënten kalmeren en verzorgen. En deze heb ik opgezocht toen ik de box ging bestellen, want ik was hier best wel nieuwsgierig naar wat het nou precies was. En de reviews van deze peeling waren echt niet normaal goed. Het potje in de box is 15 ml en op de website staat een pot van 50 ml en die kost €58. Dan hebben wij een gezichtscrème van Kat Burkey, een Vitamin C Intensive Face Cream. Er staat echt een heel verhaal online. Hij is blijkbaar goed om een matte tint te krijgen. En er zit 15% Stay-C, een stabiele vorm van vitamine C in. En de prijs voor een 30 ml is €70. En dit is een 10 ml. We zijn bij het laatste product en dat is dit verstuivertje met parfum. En ik durf het bijna niet uit te spreken. Als je geen Frans spreekt, is dit echt hels. Het is van Dorset en de naam van het parfum is J.R. J'ai l'air de ce que je suis, eau de toilette. Dit parfum van Dorset openbaart zich op intieme wijze terwijl het je langzaam verleidt met noten van sandelhout, iris en kardemom. Zonder dat je het doorhebt, val je voor deze serene geur. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ook deze vind ik echt heel erg lekker. Wat een topgeurtje, zeg. Het zijn gewoon echt allemaal best wel hele speciale geuren. Ja, deze ruikt, hij doet me op een bepaalde manier een beetje aan zwarte thee denken. Zwarte geurige thee of zo. En er zit ook iets van, een beetje zo'n lichte muskusgeur of zo in. Dat staat allemaal helemaal niet op het kaartje, maar dat is wel waar hij mij een beetje aan doet denken. Hij heeft ook een beetje zo'n geur van vers papier. Dit is het kleinste verstuivertje dat erin zit en deze is 3,5 ml. Dit is ook het goedkoopste luchtje dat beschikbaar is. Deze is namelijk voor 50 ml €95. Dat was hem en ik vind het echt jammer dat hij klaar is. Ik denk dat dit een heel erg goed cadeautje voor iemand is, want er zit van alles wat in. Er zit dus echt een supermooie oogschaduw in. Er zitten van die geurstokjes in, er zitten allemaal luchtjes in en echt lekkere luchtjes. Ja, ik vind het echt een hele mooie box. Ik denk dat ik ook echt alles uit de box heel erg goed ga gebruiken. Dus wat mij betreft is hij zijn geld dubbel en dwars waard. Ik vond het echt een hele mooie box. Maar dat was hem. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.